Wat heb je voor mij als verjaardagscadeau? Verjaardag. Een trouwring. Hoop je ook dat het weer mondharmonica is? Jazeker. Ben je met me? Oké, yes. Ik heb eindelijk een tijdelijke vlogcamera. Er zat een heel lief briefje bij, dus dat is heel fijn. Ik baal natuurlijk onwijs van die vlogcamera's, maar degene waar ik nu mee aan het chatten ben is wel heel aardig. Dus dat is fijn. En nu kan ik weer even vooruit. Er zijn wat pakketten binnengekomen. Ik zie iets van D. Berger en Mikkelsen. Een boek. Ook een interessant pakket. Ja, dit is een heel leuk pakket. Ik heb voor mijn 30ste verjaardag een cadeau voor mezelf gekocht. Een tas. Ik laat hem jullie aan het einde van de week zien. Ik denk dat ik hem dan ook pas uitpak. En een heel groot kleed hieronder. Ik ga het even unboxen met jullie samen. Ik heb dus een geweldige trenchcoat gekregen van een merk Second Day. En ik had helemaal niet door dat ik bij dezelfde groep als D.Berger en Mikkelsen hoorde. Dan vind ik het nog leuker. Deze jas is echt briljant. De perfecte klassieke trench. Oh my god. Zo mooi. Hij is nu heel verkrukt, maar hij is echt geweldig. Deze is heel gaaf omdat hij bruin is met felgekleurde bloemen in plaats van zwart. Dus ik vind het iets onverwachter. Heel mooi. Jordi is ondertussen de planten water aan het geven, maar er zitten gaten in al de vazen aan de onderkant. Ja, dat doen ze vaak zodat het water en de wortels genoeg ruimte krijgen ofzo. Maar er moet er eigenlijk een schotel bij horen. Dat je geen wortelrot krijgt, maar ja. Zo eentje hoort het echt niet. Daar hoort er geen schotel bij. Helemaal set. Ik vind dat niet normaal. Zo'n stijl. Jullie zijn een plant whisperen. Hey, deze is ook open. Ja, we zitten weer in de auto met planten. Hey, what's new? Ooit hebben wij zelf een auto. Daar heb ik echt wel heel veel zin in ook. Voor nu hebben we weer een auto en een app gehuurd. We zijn even een paar spulletjes van kantoor naar huis aan het brengen die we eigenlijk voor thuis hadden gekocht. Een paar plantjes voor het balkon. Al stonden ze zo leuk in kantoor dat ik daar nu ook weer nog meer planten voor wil. Planten maken alles gewoon heel gezellig en fijn. En mijn nieuwe kleed is ook in de woonkamer. Daar ben ik ook heel blij mee. Hij is iets witter dan ik dacht. Ik dacht dat hij meer beige was. Dat en mijn kleedje voor het balkon dat eerder bij het koffiezetapparaat lag. Daar komt ook een nieuw kleed voor, maar dan een hele grote. Al vond ik deze ook wel leuk. Elke week ben ik gewoon alles totaal aan het verbouwen en verplaatsen. Het kantoor staat ook de hele tijd anders. Niemand die er voor een tweede of derde keer komt, heeft het ooit hetzelfde teruggezien. Zelfs Natasja die in hetzelfde pand zit. Verder gaan we deze week weer proberen lekker healthy te eten. Omdat ik woensdag uit eten ga, donderdag uit eten ga en vrijdag uit eten ga. En waarschijnlijk zondag ook, omdat het mijn verjaardagsweek is. Ik ben dol op verjaardagen en ik vier ze ook altijd zeer uitgebreid. Met een cadeau voor mezelf en lekker uit eten en leuke dingen doen met Jordi. Dus nu ik 30 word, is dat zeker niet anders. Nieuw kleed. En kijk wat ik voor lekkers heb gekookt. Pikante tofu, achar, kimchi, groenten en bloemkoolrijst en wat ei. We zijn nog heel even naar buiten gelopen om van de laatste zonnestralen te genieten. We zitten nu bij een bar kantoor waar we heel vaak erg graag zitten. Maar niemand ziet ons omdat we achter een soort van planten en andere stoelen zitten. Oké, donderdag beginnen we met echt celebrations. Woensdag hebben we een kantoorfeestje bij mijn agentschap en ook Jordi's agentschap, Latency. Maar ik wil ook nog donderdag knallen en vrijdag, dus we moeten echt ergens rustig aan doen. Temperen. Ik ben eigenlijk iemand die bij me nooit uitgaat, maar als ik dan ga, dan heb ik er ook zoveel zin in dat ik ook niet meer stop. Wat heb je voor mij als verjaardagscadeau?
Wil je het al weten? Mag. Ik kan het al verklappen. Is het een sieraad? Nee. Een trouwring? Nee. Nee, dat is het echt niet, helaas. Ik zie het wanneer die ligt. Oké. Okay. Ik heb zelf zo'n leuk cadeau. Voor Jordi. Voor zijn verjaardag. En hij wordt niet eens 30. Wat dan? Ik zeg het niet. Goedemiddag, avond. Ik ben op de Linda Meijer redactie. Waar ik altijd vergeet te vloggen omdat het zo druk is. Vandaag hebben we een doorloop gedaan van het nummer na het zomerboek. Wat heel leuk wordt met twee geweldige coverpersonen. En allemaal een beetje spicy dingen erin. En heb ik een meeting met Karin gehad, de hoofdredacteur van Linda. En we hebben Instagram posts gemaakt. En zometeen hebben we een panel met 15 lezeressen. Allerlei meiden die hier komen om het blad en alles wat we online doen te beoordelen, te bespreken, kei eerlijk te zijn. En dan eten we pizza's en snoep bij, dus ik kan niet wachten. Hey, Linda Meijer, de panel! Ik heb lekker mijn make-up eraf gehaald. En ik loop nu na het eten door de regen. Hoe laat is het, Jor? 10 uur. 10 uur lopen we naar de gym. Omdat ik na 12 uur zitten en scherm en werk gewoon heel graag even naar buiten wil. Oeh, het onweer ook. Echt goed van ons. Oh, nu gaat het heel hard regenen. Oh shit. Hey guys, het is woensdag en ik heb echt een mega off day. Ik werd wakker en ik was zo moe en uitgeput. Ik denk toch wel dat een werkdag en dan nog een brainstorm en dan nog koken en sporten misschien toch te veel was. Toen ik thuis kwam was ik namelijk doodmoe. Maar soms heb ik ook gewoon dat je net, alsof je net 5 minuten te kort geslapen hebt of zo en gewoon de hele dag niet eruit kan snappen. Dat heb ik nu. Liefst zou ik heel even gaan liggen, maar ik ga zo naar Legency waar we een office agency feestje hebben. Borreltje, eens in de zoveel tijd is er een get-together. Dat is heel erg leuk. Het is een leuke club met mensen. Nicole en Lena zijn daar. En dat is heel gezellig. En Jordi ook. Dan gaan we lekker wat eten. Ik heb me even opgemaakt. En, oh, ik heb hele leuke nieuwe birthday nails. Love it. Ze zijn heel rommelig met allemaal gekke steentjes erop geplakt in verschillende vormen. En wat glitter erop. Echt een soort confetti nails. Heel leuk. En verder heb ik echt geen bal gedaan vandaag. Ik heb geprobeerd wat te werken, maar ik heb echt te weinig gedaan. Maar ja, het is wat het is. Ik sluit de dag nu gewoon een beetje leuk af. En dan ga ik morgen wel weer wat meer doen. En ik heb mijn haar even losjes gekruld. En dit is wat ik aan heb. Een witte top en een vintage jeans uit LA. Ben ik serieus vroeg? Ja. Kantoor van Lena waar het geweldig uitziet. Ook heb ik niet een zuigzoek, maar een grote brand. Hey, ik heb een muggenbult bij de grote. Hey. Ik had make-up opgedaan. Oh. Weer een altijd charmant shot in de vlog. Van Jara. Hey. Een hondje erbij? Nee, nee. Wil je er iets over vertellen? De ananas aardbei is een kruising tussen de aardbei en de ananas. Laat hem even zien aan de mens. Blijft hij zo wit? Ja. We zijn nu uit eten bij Moer, waar bijna alles heel basis op wel goed is. We hebben 5 gangen en volgens mij is alles plant-based. Het is donderdag en ik voel me nog steeds zo down. Ik weet niet wat het is. Super raar. Ik kom er gewoon niet uit of zo. Ik was net bij Lena op kantoor over dit leuke project. Ik voel me nog niet heel erg jarig, maar wel iets relaxter. Iets minder moe, geloof ik. En Jordi neemt me nu ergens mee naartoe waar we de
Dirty 30 gewoon al gaan inluiden. We gaan namelijk naar een heel leuk hotel en daar gaan we alvast lekker aan de spa. Dus vanaf een uur of 5 zet ik mijn mobiel uit en gaat het feest beginnen. Ik heb ook nog best wel weinig gegeten vandaag, zodat ik lekker veel plek heb voor birthday treats. Ik ben nu binnen en het is hier echt huge en echt geweldig. Kijk dit. Een enorme binnentuin en overal is hout en wauw. Het ziet er echt geweldig uit. Deze binnentuin is echt niet normaal, joh. Wauw. Wow. Wat lijp. Nee, joh. Wauw. Oh, wauw. Zonnepanelen. Aan het ei. Dit is ons uitzicht. En deze kan je dan ook dicht. Je kan dicht, ja. Wordt dat aangeraakt? Holy shit, deze kamer is geweldig. Het leuke hieraan vind ik dat het een heel sustainable minded hotel is. Dus ze hebben beneden een enorme plantenjungle. Maar dat is niet alleen voor de look, hoorde ik net. Dat is ook omdat het hele hotel dan 6 graden kouder is. Dat komt door de bladverdamping. Oh my god. En er is geen vloerbedekking. Want het water van het ei koelt het hotel af op de een of andere manier. Een buizensysteem. Er zitten buizen in. Ja, dat is het. Die lopen door de vloer heen. Oh my god, hé. Hey. En dit lekkere uitzicht over het ei. Zo vet. Blij ei. Hoe tof. Ja, het is echt zo, huge, hè. Er is hier beneden ook een heel leuk terras waar je dus gewoon kunt zitten. Ik wist het helemaal niet. Dit is dus heel lekker rustig. Dan zit je gewoon aan het water. Geen verkeer. Oké, nieuwe lievelingsplek. Check. Kijk wat mijn eerste cadeau is. Ik ga helemaal stuk. Champagne met paprika chips. Paprika ribbel, mijn lievelingseten. Oh my god, je bent echt knettergek. Dit is echt geweldig. Hij is ook helemaal koud. Yes. Feest. We zitten op een balkon. Ik zit in mijn badpak. Taartjes te eten. Nu neem ik een hap van deze. Wow, deze is echt heel weird. Een soort mokka vulling zit erin. Oh, lekker. Ja. Met aardbei. Ja. Mokka met aardbei. Dat is karamel van mij. Mango, geloof ik. We zijn nu bij het zwembad. Wat dus uitkijkt over het ei. Echt awesome. Zwembadje. Hele mooie, zwierige jurk. Ik vind het heel leuk om iets heel vrouwelijks te dragen op zo'n moment. We gaan een rijsttafel eten. Ja, ik heb een restaurantje open. Heel veel zin in, het ruikt in ieder geval heel lekker en de zon schijnt. Dus ik heb een idee. Goedemorgen, ik ben jarig en ik heb net mijn eerste gouden ketting gekregen in mijn leven. Van Jordi met een koraal eraan, super mooi. Oh, Hatsa! Birthday striptease. We gaan naar de spa, ik heb mijn badpak aan van Hunza G. Jordi heeft een broekje aan van gerecyclede plastic visnetten. Zwembroekje. Nee. Ik krijg altijd een slappe lach in dit soort dingen. Dat is grappig. Kijk op. Er zit wel een large portion naked Jordies in deze vlog. We zitten lekker in Oriental City. Geweldig. O'Reilly's.
Wat zou gaan dimsummen? Nou ben ik dus bijna aan dimsummen en dan straks een feestje. Tweelingbroerske! Eten was, vond ik heel lekker, maar Jordi vond het drie keer niks. En nu is Kim bij mij en gaan we lekker nog even wat drinken. Ik dacht in de zon, maar dat is niet echt meer aan de orde. Hey, wat? Natuurlijk weer in Lila. The birthday continues. Ik ga een hapje eten met mijn ouders, Wil en In. En een paar vrienden. Gewoon een heel klein mini groepje mee uit eten nemen. Nothing special, maar wel heel gezellig. En de outfit die ik daarvoor heb gekozen is zeker ook niet subtiel. Het is namelijk een pailletjurk van maat hemd. Een kutje. Nu extra voor mijn haar een beetje gekruld. Hallo! Gefeliciteerd, Jara! Yes! Twins on tour! We zijn naar onze opa en oma op weg in Brabant. Oma Nel is gevallen, heeft het polsje gebroken, heel zielig. We gaan eens even opzoeken. Het is hier altijd veel mooier weer dan in Amsterdam. En het is gewoon zo gezellig. Onze opa en oma zijn volgens mij 90 en 92. En ze zijn gewoon nog helemaal alive en kicking. En ze hebben worstenbroodjes. En ze hebben worstenbrood. Ze wonen nog op zichzelf met z'n tweeën in een bungalowtje. Opa loopt helemaal krom als een kommaatje inmiddels, maar heel lief. Oma Nel is gewoon een super vrolijk mens die de hele dag wijn wil drinken. Ze zijn echt heel leuk. Wat ook heel leuk is, is dat oma kan sms'en en dat opa sinds kort kan e-mailen op de iPad. En dat opa bijvoorbeeld zijn lievelingshobby nu is dingen opzoeken op Wikipedia. Dat hij even wil checken of dingen die hij weet kloppen. En dat opa een feminist is. Hij heeft zich de laatste jaren heel veel in verdiept. Dus echt geweldig. Toen ik een keer op de cover van de Linda Meijden stond, zeg maar achter Niels. Zij belde opa en zeiden dat hij het prachtig vond. Dat hij het wel jammer vond dat de jongen en meisje niet gelijk naast elkaar stonden. Of het meisje voor de jongen. Dat vond ik echt geweldig. Ook het zo letterlijk nemen, weet je wel, gelijkheid. Maar toch echt briljant. Tududu. Gaan ze iets doen? Ik kan niet wachten. Hoop je ook dat het weer mondharmonica is? Jazeker. Nee! Hey babes, het was een geweldige week en ik kreeg van jullie ook zoveel lieve berichten. Echt, mijn hart smolt ervan. Het is nu een paar dagen later en ik ben even op mini vakantie. Ik ben net aangekomen, dus daar ga je in de volgende vlog alles over zien. En bij deze wil ik hem even afsluiten en je heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet je te abonneren, dat zou ik echt mega leuk vinden. En tot snel. Doei!